Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Ik heb een aankondiging, heb ik. Ik had het in de vorige vlog er al een klein beetje over. Er komt weer iets aan op mijn kanaal, of een evenement komt eraan. Ik zei in de vorige vlog van ja, ik weet nog niet of dat zeker weten is dat ik daar naartoe ga. Nou, inmiddels confirmed, we gaan. Ik ga het aankondigen wat het is. Als jullie een klein beetje mijn YouTube kanaal volgen, dan weten jullie altijd wat er in oktober altijd is. En dat is het evenement 100% Auto Live. En daar gaan we naartoe, jongens. Daar gaan we naartoe. Ik heb er zin in. Ik heb er echt enorm veel zin in. Ik ga erheen met Ramon, Pascal en Joost. Gaan we daarheen. En dan gaan we naar 100% Auto Live gaan we. Ik heb er echt enorm veel zin in. Vorig jaar zijn we natuurlijk ook geweest. Toen had ik een best wel behoorlijk vlogje had ik. We gaan kijken wat het nou wordt. En natuurlijk weer even kijken naar alle mooie auto's en alle dames met wie we op de foto kunnen. Want dat is altijd ook iets wat we altijd doen. En ik vraag er nooit. Ik ben een beetje bescheiden. Ik vraag nooit of... aan die dames of zo van, joh, kan ik met je op de foto? Nee, ik ben niet zo. Dus ik laat altijd Ramon, laat ik altijd het woord doen altijd. Als ze dan zeggen van, ja, dat is goed. Nou, dan zeg ik van, dat is goed. Oké, dan maak ik de foto, maar dan wil ik ook op de foto. Zo doe ik het meestal altijd een beetje. Ik ben een beetje bescheiden. Ik doe het niet meer zo heel erg gauw ergens op afstappen. Ik ben ook een beetje op leeftijd. Ik ben al een beetje oude man aan het worden natuurlijk. Hè? Maar we gaan gewoon kijken. Hoofdzaak is natuurlijk de mooie auto's van 100% Auto Live natuurlijk. De racende auto's, de gepimpte auto's. Ik moet altijd een beetje denken aan GTA 5 als ik daar op die beurs loop. Ik weet ook niet of dat het er nou nog mensen zijn. Ik kijk natuurlijk ook heel veel kijk ik naar andere YouTube kanalen. En dat is meestal altijd met GTA 5 en zo. En ik hoor eigenlijk, hoor ik ze daar nooit over of zo. Van 100% Auto Live. Nou lopen die YouTube kanalen die ik volg op YouTube van GTA 5. Dat is natuurlijk door heel Nederland heen. Dus... ik denk niet dat iemand uit Deventer of Zwolle zo eventjes een dagje even naar 100% Auto Live gaat. Je moet hier toch ook wel een klein beetje uit de buurt komen. Het is toch een eind rijden. Ja, voor mij is het natuurlijk lekker dichtbij Rotterdam. Auto in Rotterdam is gewoon waardeloos. Dus je kan gewoon het beste kan je gewoon de metro pakken. En dan bij Zuidplein eruit. En dan loop je gewoon een klein stukje naar Ahoy en dan ben je er. Dus dat is wel, dat vind ik altijd wel, fijn altijd. Dus vandaag. In ieder geval, 100% Auto Live. Het komt er weer aan, het komt er weer aan. En het is ook weer te zien op mijn YouTube kanaal. En ik denk dat ik net als vorig jaar gewoon twee video's maak. Eentje met beeldmateriaal wat ik gefilmd heb die dag. Ik wou zeggen die avond, nee die dag. En ik maak nog een andere aparte vlog. Maak ik met alle foto's van die dag. Want ik maak altijd een hele hoop foto's. Altijd. Misschien wel meer film. Misschien wel meer foto's dan film. Dus bij deze. In ieder geval. De volgende vlog dus. 100% Auto Live. Met Pascal. Zijn zoon Milan als ik het goed heb. En Joost en Ramonski. Dus... blijf het kanaal in de gaten houden. Blijf in de gaten houden, zegt Peter Pan altijd. Peter Pan. Dus ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Ik zou zeggen, jongens, abonneer dus op deze kanaal. Abonneer dus op dit kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Doe gewoon, nou weet je wat. Ik zou zeggen, beloon deze video met een dikke duim. Doe al mijn video's gewoon met een dikke duim omhoog. Liken. Belonen. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. Tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi. En de volgende is dus 100% Auto Live. Hoi.